Hoi, binnenkort kan je kijken naar een nieuw seizoen van de Viral Fabriek. Ken je de winnaars nog van vorig jaar? De fruitvlogjes. En ze maken nog steeds video's. Wat is deze hendel? Jeroen, niet aan die hendel. Nee, niet doen. Waarom niet? Gewoon niet doen. Nee. SpongeBob! Hij woont in een ananas diep in de zee. SpongeBob SquarePants en hij is zo geel als een kaassoufflé. SpongeBob! Leuk dat je kijkt naar deze hele nieuwe fruitvlog. Vandaag gaan wij iets super gaafs doen, iets heel cools. Ja, wij gaan namelijk luchtballon varen. Echt heel gaaf. Heel tof, ja. Het is een verrassing van onze ouders. Ja. En daar hadden we ook weer maar wat beelden van opgenomen. En het zien jullie nu. Houd zaterdag 14 juli vrij voor een echte luchtballonvaart. Met mijn... Oh joh, dat is echt tof! Serieus, oh, dat vind ik echt heel gaaf. Oh, dat is echt heel tof. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Jee! Oh, ik vind het echt heel tof. Het staat op mijn bucketlist dat ik echt een keer met de luchtballon mee wil gaan. Dat kan dus eindelijk. Dat vind ik echt heel gaaf. Zonder green screen. Ik kan het wel nu, ik kan het wel. Kijkt, heb ik nog super leuk nieuws. Naast de fruitvlogjes hebben Marit en ik allebei ook een eigen YouTube kanaal. Van Marit is het Simply Marit en van mij Like Mylin. Zoek het even op en abonneer en like daar natuurlijk ook alles en delen. Maar eerst nog deze video afkijken. Veel plezier! Denken we zonder Jeroen een video op te nemen? Is die er gewoon weer bij? Kijk maar. Jeroen, niet aan je. Nee, niet doen. Waarom niet? Gewoon niet doen! Nee! We gaan ook daar al in zitten en dan... Nee. Oh, we gaan erin klimmen. Nee, waarschijnlijk klimmen zo. We worden er toch eerst een kippertje om en dan... Ja, we gaan er zo in zitten. Gewoon liggend. Ja. Heb jij dit nou ook ooit een keer gedaan? Zet het even onder in de reactie. Wij zijn heel benieuwd. Ja. Bij ons is het de eerste keer. Ja. Ik ben zenuwachtig, maar ik vind het ook wel heel leuk. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Wij moeten in een ananas diep in de zee. SpongeBob SquarePants en hij is zo geel als een kaassoufflé. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Lekker fruitig bezig, SpongeBob. Hoi Nienke, hoi Stef. Hi. Hierboven. Marit en Mylin hier. We doen vooral ook een blauw duimpje omhoog. Eén blauw duimpje? Nee, we willen niet één blauw duimpje. We willen bij elkaar 867 duimpjes. Doei! Daar is Jeroen ook. Hij is een video aan het opnemen. Hoort hij ons eigenlijk wel? En kijk nou, Dora. Hallo, Dora. Kom mee en vlieg maar door de lucht. Geef vrienden vleugels voor hun eigen vlucht. Look up. Here, een hot air balloon. Yeah, oh.
wij gaan nog even genieten hierboven in de lucht. Ja, we zien jullie weer beneden. Doei, tot zo. Een heftige landing met al deze bomen die allemaal daarop gezet zijn. Er zat een takje in de rug, maar... Het was een heftige... Ja, we moesten allemaal met deze soort touw, deze bouwtouw, moesten met onze handen vasthouden. Moesten we die vasthouden en we moesten... Naar achteren en door de knieën. Ja, dus dan zat je echt, ging echt helemaal zo... Nou ja, dan zeg maar dat je zo kaatst op de grond en weer verder kaatst. Maar het was wel leuk, spannend. Wel leuk, spannend. Ik vond heel gaaf. Ben je nog niet geabonneerd op de Vrijvlogjes? Doe dat dan even snel, maar wij hebben ook allebei onze eigen YouTube-kanaal. Zoals we al eerder in de video zeiden. Tot op mijn YouTube-kanaal, Like Meilin. En ook tot op mijn YouTube-kanaal, Simply Marit. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet natuurlijk te liken en te abonneren. En tot de volgende Vrijvlog! Doei!